Goeiedag en welkom bij werelds minst bekeken gamekanaal ter wereld. Het enige echte Vlaamse gaming ding. Oh, dat is belachelijk, die moet ik niet meer doen. Goed, laten we dus nog eens proberen Odrik te verslaan. Ja, waarom niet? Tenminste een beter deck getrokken dan... Wel, het is nog altijd een blauw, maar het is een blauw-wit deck. Wat al substantieel beter is dan het gewone blauwe deck van Chase. In mijn persoonlijke mening toch. Goed. Nu, ik heb mijn vorige opname eens belasterd. En volgens mij lijkt de audio nu toch redelijk goed te zijn. Ik ben in ieder geval toch verstaanbaar en er is niet al te veel geruis meer. Dus dat probleem is hopelijk opgelost. Sound Manager is nog wel altijd verdwenen, dus... Als er nog andere problemen gaan opduiken, hoop ik dat dat opgelost kan worden. Ja, dat is nog niet erg. Dat is nog niet erg. En ik heb al eens nagedacht over reeksen. En ik denk, als het werkt, ik heb nog niet getest, maar ik denk dat het wel zal werken. Ik hoop het spel Impossible Creatures te kunnen doen. Nu, ik moet wel een beetje zien dat ik dat dan in stukjes doe. Aangezien dat voor het moment YouTube maar video's van maximaal 15 minuten toelaat. En aangezien Impossible Creatures een RTS game is, kan dat soms redelijk lang duren. Ik kan mij herinneren toch uit mijn jeugd missies die tot een uur... Oh ja, vuile... Sorry, ik mag niet te veel vloeken, ik doe dat al te veel. Ja, pak mijn vogel maar. Vuile rotzak. Ik herinner me nog uit mijn jeugd missies die tot 3 kwartier of gewoon 1,5 uur duurde en... Ja, dat kan ik natuurlijk wel filmen en dan moet ik het gaan verknippen en dat zie ik niet zo zitten, dus ik zal eens zien. Ik denk dat je wel je video lengte kan verhogen, maar dat je daarvoor iets moet bewijzen dat je geen bot bent, geen computer. Iets van een code invoeren of een berichtje dat ze sturen. In ieder geval, eerst eens proberen deze Magic reeks tot een goed einde te brengen, want... Dank u voor nog meer land. Wat al op zichzelf een uitdaging kan zijn. Aangezien mijn kennis en vaardigheden in Magic ietsje beneden peil zijn. Zoals Odrik vorige keer heeft bewezen. En ik vrees, zoals hij nu bezig is, opnieuw gaat bewijzen. Ik heb dringend een redelijk gameveranderende kaart nodig als het kan. Spel, alsjeblieft. Dat is heel lief, maar misschien veel te duur. Ik had beter die behouden. Ach ja, ik kan niet alles hebben. Goed. Ik vind het altijd zo'n pervers ogen mannetjes. Precies gewoon een flasher die onzichtbaar is. Go, my invisible pervert. Beat him. Beat him for 1 damage. And give me the best card in the game, that is not the best card in the game. Ik vind dat ik de laatste tijd, qua trekking van kaarten, zie die bedoel ik dus, redelijk veel malchance heb in vergelijking met bijvoorbeeld wat de computer trekt. En dan schijnt precies toch elke beurt iets te trekken dat hem, ofwel direct ofwel toch al een paar beurten daarna, enorm van pas komt. Allee, ik bedoel, we zijn, wat, beurt 5 en ik heb dat. Terwijl hij met een hele... Ik ga niet blokken. Ik ga het maar proberen. Ik denk even dat ik misteld heb, maar ik denk dat ik nog juist 1 leven overhoud. Ja, inderdaad. Yay! Wat is dit? Ken ik niet. Hennership, return target Arthur from your graveyard. Ik heb niet eens een graveyard. Het is vriendelijk dat je het doet, maar... Ik ben dood volgende beurt, vrees ik. Ik zou graag Odrik willen verslaan, eigenlijk. Ik zou gewoon eigenlijk graag niet willen afgaan tegen AI's. En... Weer. Het gaat het spel het mij weer aandoen om af te sluiten met een kaart die mij zo hard had kunnen redden. Ik bedoel, vorige keer met de Jace deck. Vlak voordat ik dood ging, kreeg ik een kaart van Control Target Creature. Hier, destroy everything that isn't enchanted. Wel, het zou veel van mij hebben kapot gemaakt, maar... Ja, ik zie geen reden om te blokken. Wel, dit was poging 2 om Odrik te verslaan. Dat even
zij het niet rampzaliger is afgelopen dan als de eerste keer. Maar ik blijf optimistisch. God weet dat er niemand naar deze opnames kijkt, behalve misschien mijn intieme vriendenkring. En dan nog... Ach ja. Dit was het Vlaamse Gamingkanaal. We blijven proberen. Dank u wel.